daar staat hij, de slikwerker. Het standbeeld bestaat 40 jaar. Een mooie aanleiding om de wonderlijke verhalen over dit standbeeld, over dit gebied en vanzelfs over de slikwerkers zelfs voor het voetlicht te brengen. Want er binnen verhalen zat. En wij beginnen, zoals het hoort vanzelfs, bij het begin. Waar de dijk het land omklemd houdt, gelijk een moederarm haar kind, is er een treffender vergelijking denkbaar voor de betekenis van de zeedijk voor Friesland. Wie in dit gewest voelt zich achter deze hechte zeewering niet even veilig als een kind in moeders arm? Onze voorvaderen sloegen de zee met succes terug. Tussen de jaren 1000 en 1400 werd de Middelzee tot over de helft teruggedrongen. In het jaar 1508 is het nog resterende deel van de Middelzee ingepolderd. De oude beeldpolder is voltooid en dat betekende een grote landwinst. Men liet het hier niet bij. Omstreeks 1600 zijn aan de noordkust van Friesland nieuwe indijkingen uitgevoerd, waarvan de nieuwe beeldpolder wel de voornaamste is. In het beeld werd de dijk voor de derde maal noordwaarts geschoven en daarmee had Friesland al bij benadering zijn huidige vorm gekregen. Aan de noordkant kwamen er sindsdien nog een paar laag omkade zomerpolders bij, die dus bij hoge wintervloeden onder kunnen lopen. Op zo'n kaartje ziet het er makkelijk uit. Laand in polderen en een diek aanleggen. Maar de werkelijkheid was helaas. Tje het sloterdiek waar eert iets slikwerker en weet dat nog goed. Het was eerst heel lang gewoon vorig jaar. Het is heel zwaar werk. Vooral in de eerste hoorn. Als de slagvlees aardig te pakken is, dan weet je wel wat het jaar. Maar de eerste dagen, nou dan best stik. Hoe ziet een dag er dan uit voor jou? Nou, dat wie je werkt op truien. Op eb en vloed? Ja. En de heer soms, dan moest het wakker thuis. Dan stier ik maar jouw zoon in de zee. En maar, dan wist het al goed weer thuis. En dan werd het weer heel water. Maar dan moest het meestal 12 uur weer. Nee, 4 uur weer. Dat je jouw zoon hoort. En toen kwam het er op die hoed. Juist. Je wist er nooit langer als 6 uur. Dan werd het weer heel water. En die 6 uur, dan weer het scheppen? Ja. Want kijk, niets dan net. Als het meer waar wil je, dan stier je in de zee en als je de broek moest even scheppen daarvoor, dan hoefde je de del. Vier voor de rest, weer je plak. En ging je dan wel pauze? Heel lang nooit. Even koffie drinken, maar ja. De stiest, hè? Hier is nergens plak om te zitten. Nee. Het is meer koud. En dan kreeg ze lezen met een stinkje koude voor het deel. Och, die groen die wie iets koud, hè? Nou, en daar stiest de hele dag in. Dus dat was iets koude voor het eerst in je lezen. Sloterdijk was een seizoensarbeider. En dat betekende dat hij soms even zonder werk kwam te zitten en een uitkering kreeg. Dan mocht hij verplicht in het slik werken. Ja, 8, 9 weken, 10 weken. En dan, dan begon het mooi, is het gewone werk. Maar dan ben je eigenlijk blij dat je er weer bij bent, of net? Nou ja, dat weet wel. Ja, maar ja, aan de andere kant, als je er wist op 10 thuis, dat is de orde aan het werk geweest. En dan kon je mooi die tuintje kleermaatje. En zo ook zo dingen. Maar het waar, zeg maar zeggen, en omstandigheden die winnen nou juist van de hoofdschil weer. En dat zijn eigenlijk net. Zoals we heen die in tonen werken. Ja, altijd hetzelfde. Begin jaren 60 zat het werk van de slikwerkers erop. Maar daarmee waren het met de gebiedsontwikkeling nog niet gebeurd vanzelfs. Want we zouden het nieuwe land pas geheel het onze kunnen noemen wanneer er hoge zeedijken opgeworpen zouden worden. Slechts weinigen beseffen dat de gronden die daar moeizaam aan de Waddenkust worden gewonnen, straks rijke, vruchtbare polders zullen zijn,
waarin de boeren zaaien en oogsten. Polders die weer honderden handen werk en duizenden monden voedsel zullen geven. Het moment is niet ver meer af dat deze landpin door het opwerpen van hoge zeewerende dijken definitief zal kunnen worden gemaakt. Dan zullen grote stukken woelig water worden omgetoverd in grazige weiden en bloeiende akkers. En dat waren de teneur in de jaren 50. De kwelders moesten impolderd worden, ten faveure van grond voor erbos en graan. Maar Nederland veranderde. 20 jaar later waren de tonenenen heel aars. In het kader van het Deltaplan worden ook in Noord-Nederland de dijken verhoogd. In het noordelijk gedeelte van de Friese kleibouwstreek wil men de bestaande dijk nu meteen maar over een grote afstand verleggen. Als fouragier en voedselgebied voor vogels en vissen verliezen die gebieden dan alle betekenis en voor de zoveelste keer kunnen we dan zeggen: dag vogels, dag vissen. Het plan om de unieke natuurrijkdom van deze kwelders onaangetast te laten wordt aangeduid als plan A of tracé A. Maar een aantal boeren zijn voorstanders van definitieve indijking en vinden dat de teelt van pootaardappelen in dit nieuwe gebied belangrijker is dan de ongereptheid van de kwelders. Wij waren gedreven om te zeggen, jongen, dat buurt niks veld moet indiek worden. Dat heb je eeuwen zo ding en waarom zullen we dat nog niet doen? Dat is Klaas Oosterbaan. Hij was de voorzitter van plan D, de teugenhanger van plan A. In de jaren 70 had hij hem enorm inspant voor het plan om een dijk om de kwelders te leggen en daar boerengrond van te maken. Hier ben je in Den Haag dat we handtekeningen aanbieden. En daar ben we heen gegaan, daar ben je met een koets en 4 Friese peren ervoor, moet je eens kijken. En er waren een massa mensen met ons, want iedereen ondersteunde ons, ook de gedeputeerden. En hier ben we, toen was Wiegel dus commissaris van de koningin, hier bieden we Wiegel in Luut een aantal handtekeningen aan. Waarom ging het jou zo aan het hart? Ja, dat hebben ze wel vaker vroegen. Er is zelfs één uitdrukking dat er gewoon mij vroegen, die zijn, hoeveel laad krijgt al er dan bij? Ik krijg er ook geen laad bij. Dan luidt van, nou dan was ik helemaal niet wees. Als ik me er dan zo voor inzette, terwijl ik er geen voordeel van. Dat is ons gevoel als beeldkut. Ons beeld is ook zo ontstaan. Elke 100 jaar weer na je dik. Dat je een gevoel dat je zegt, nou jongens, dat luidt nou dat buurt niks laat. Dan maken we toch laat van soort de bedoeling waar het soort eeuwen gebeurd is. En soort ook de opdracht waar. Er waren ook mensen die er een heel ander gevoel over hadden. Zoals Dick Nauta. Een natuurmeers en een groot voorstander van plan A. En de stilte hier van de natuur, prachtig hè. En je bent al aardig aan het genieten? Ja, ik vind het hier mooi. Ik bedoel, als je ooit liever stil moest horen, helemaal niks. Wat schapisch. Prachtig. Dat was een heftige strijd. Niet alleen woordelijk, maar soms ook bijna fysiek. Ja? Ja. Ging het zo fel? Ja, het ging hartstikke fel. Ik bedoel, want de argumenten van de mensen die graag het land bijwonen, die waren wat vaster. Hè? Wat, ze konden zeggen, van, nou, we hadden 2000 hectare extra erpelland voor poorters. Soms heel belangrijk. Maar de natuurmensen die leiden de nadruk op dit prachtige gebied van de overtrekkende vogels, de stilte die hier heerst. En ja, dat worden best fel. En je kreeg zelfs binnen de gezin strijd van wat moeten we nou. Ja, hè? Dus dat ging af en toe maal. Ook bij de bijeenkomsten met in Verwerd en Halm, we allemaal niet wees binnen voor die inpoldering. Het waren echt een polariserend iets. Ja. Zo waren het, ja. Jullie staan hier vandaag aan de start van een vaderfietstocht. En je zou jezelf kunnen zien als de frontsoldaten van een strijd die nu al meer dan 10 jaar
in alle hevigheid gevoerd wordt voor het behoud van de Waddenzee. Met de voorstanders van plan D werd onderweg milieuvriendelijk van gedachten gewisseld. Er hebben allerlei discussies over bijeenkomsten geweest en nou wat. Maar uiteindelijk won natuur en milieu het landelijk. Dus het ging over. Dit was echt een kantelpunt. Omdat men wonnen was van ja, Nederland is een land van inpolderen. En daarom heeft het ook zo enorm lang duurd. Van begin jaren 70 tot 1986 doet de regering uiteindelijk zei van het gaat niet deur, we houden het bij plan A. Nou, ik heb na 15 jaar dat het een heel heen geweest had om uiteindelijk plan A de deur te krijgen. En dat vonden wij, en zo kom je daarop, heel oneerbiedig. Tenover die slikwerkers die ter het doel hadden laten winnen, kregen die 1000 jaar al lang gebeurd werd met als doel landbouwgrond te winnen. Nou, maar het ging over. En nu is het natuurgebied. Nou, en dat voelt als Bilkert. Voelt dat niet goed. En niet alleen als Bilkert hoor. We hadden eigenlijk veel met de grote meerderheid van de bevolking aan mij achter ons. Maar ja, landelijk niet en de Tweede Kamer niet. En kijk, en dan heb je een probleem met hervallende beslissingen. En dat doet zeer, doet mij nou altijd zeer. Want we vinden het onterecht. Maar aan de andere kant, ik heb altijd zoiets. Zij hebben mij de dikke oppakt, maar mijn levenservaring niet. Want ik heb wel levenservaring opdelen door deze actie. Zien, ik heb daar een pan die heb gekregen bij het afsluiten. Daar staat het embleem ook op. Maar wij hebben 5 jaar heel veel tijd eraan besteed. En we hebben 5 jaar heel veel mensen, instanties daarover troffen en gesproken. En dat leert jou heel veel. En dat pakken ze mij niet weer aan. Een paar jaar later ontstond op Oude Siel een heel andere discussie over de slikwerker. Dat draaide allegaar om de kiosk van Ties Polstra. Het staat zijn dochter, Maaike Polstra, nog helder voor de geest. Nou, hier stond de kiosk. Begon hier ongeveer. Hier. Nou, poes even weg. Zo. Hier. En dan waren hier het zittengedeelte. En hier stonden de sigaretten en de bibels en de kerkboeken en kaspapier en luizenpoeier. En ons huid had van alles te koop. En zaterdags waren er ook een hele hoop mensen die kwamen dan, 15 zaten er dan zaterdagavond te roken en te doen. Dus wij stonden altijd in de rook, want wij waren als kinders daar ook wel bij om sigaretten te verkopen. Zo ging dat in die tijd. Wel gezellig, of niet? Maar heel gezellig, ja. Ik vond altijd wel gezellig om erbij te zitten. En ik hoorde allerlei verhalen. Dus dat was wel mooi. Hartstikke mooi vanzelfs. Maar toen kreeg Polstra een aardig idee voor een standbeeld. Dus schreef hij een brief naar de gemeente. Ach, college. Zou het bij het herdenken van het 475-jarig bestaan van het beeld niet een aardige gedachte wezen die slikwerker te vereeuwigen en een plakje te geven voor ons gemeentehuis. De gemeente dacht, die vond het wel een heel goed plan, maar die had bedacht, dan moest het maar hier. Precies op deze plek? Ja, dan moest ons hart zien dat Jos afgebroken worden. En dan kon dat beeld hier staan. Want er was een of andere commissie en die had dat zo bedacht, uit Lult. Gelet op de voorwaarden onder welke u destijds deze kiosk heeft mogen plaatsen, verzoeken wij u thans dit dus in verband met het realiseren van het standbeeld de slikwerker, uw kiosk zo spoedig mogelijk nog bij voorkeur voor 1 mei aanstaande te verwijderen. Ons hart waren er beroerd van, want hij had het idee naar voren gebracht
om die mensen te eren, die slikwerkers. En, want hij zat hier ook al even volgens mij toen. Ja, van 1937 zat die koster. Sorry. En dat waren in 1980 of zoiets. Sorry. Ja, zo lang, ja. Dus, nou ja, die kiosk moest weg. En toen hebben wij ook wat actie ondernomen als kinderen zijnde. Wij waren bij vrienden op visite in Lut. En daar kwam Eddie Evenhuis. Dat was de hoofdredacteur van de Lutse krant. Die waren daar toevallig op bezoek. En die vond dat zo'n verhaal, dat hij zei, mag ik dat wel in de krant zetten? Nou ja, dat mocht wel van ons. Dus het kwam in de krant. En er kwam een hele hoop kranten en er kwam een hele hoop actie op. En toen werd de gemeente wakker. En toen hebben ze toch maar besloten om beeld ergens anders deel te zetten bij de Zeediek. En daar waren ze hard wel tevreden met. Ja, dat kan je me voorstellen. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, dat was het verhaal van ons hart. In het goed, al goed. Het beeld zou een mooi plakje krijgen bij Zwarte Haan. Maar dan moest het nog wel even gemaakt worden vanzelfs. Kunstner Frans Ram had uiteindelijk het winnende ontwerp. Poep op de pet. Oh ja. Nou ja, hij heeft heel wat meegemaakt in de loop der jaren. Ja. In het begin is de blad van de schep kapot gemaakt door een aantal mensen erop hadden staan dansen. Oh. En nog een keer een paar jaar geleden, van toen ze met de dijk bezig waren, is er een vrachtwagen tegenaan gereden. Een triest gezicht onder Zeediek bij Zwarte Haan. De sokkel is om gruzelementen, de slikwerker zelfs leidt bij een loodsopslijn. Zou ik me helemaal moeten restaureren. Maar goed, hij staat er nog steeds goed. Nou ja, hij staat ook al 40 jaar natuurlijk. Ja. Wat vindt u ervan als je hem zo ziet? Ja, ik kom niet meer zo vaak hier. Maar ja, toch wel leuk. Het is geen monument van een veroveraar, maar van een arbeider. En dat is toch ook wel mooi, bescheidenheid. En ja, de praktijk heeft me geleerd in de loop der jaren dat toch dat herkenbare werk bij de bevolking het meeste aanspreekt. Het ontwerp was natuurlijk eerst wat houteriger, van een mannetje wat stond te scheppen. Maar later toen je het verhaal hoorde, het was eigenlijk werk met twee mensen. Eén stond in de greppel het slik eruit te scheppen en de ander stond erboven met een houten schep en die gooide het verder weg. Maar ja, er was geen geld voor twee. Dus ik heb die beweging iets sterker aangezet en dan dat geprobeerd in één mannetje weer te geven. Bent u blij met de plek waar hij staat? Ja. Het is hier prachtig met de Weidse omgeving. Het is natuurlijk wel in de luwte van de dijk, maar loop je even verder, dan heb je dus echt een prachtig decor waar hij voor staat. Het is toch prachtig, dit gebied. Ja, toen ik de slikwerken maakte, rende ik snel naar boven als nu was een oude man van 75. Maar het is een uniek gebied hier. Fantastisch. Dus het beeld komt hier goed tot zijn recht? Ja. Dus de komende 40 jaar zit hij er wat dat betreft wel zonnig in? Ja, want hij staat nu ook op alle reclameborden van de gemeente. Is een silhouet geplaatst, dus hij zal blijven staan. De slikwerker zult dus nog wel even staan blijven. Maar hoe komt het met de rest van het gebied? Wat zult daar in de toekomst van komen? Had je het mensen rond Zwarte Haan vragen, als het nou een bewoner is, een fietser of een toerist die het gebied voor het eerst ziet? Geweldig, super.
Ja, dat is toch super gaaf. Hè? Ze zeggen allebei hetzelfde. Zo houden zoals het is. Weinig toerisme aan toevoegen. Want het is eigenlijk al mooi zoals het nu is. En daar hoef je niet attractie van te maken. Dat mag die staat leden, dat mag ze net vol aan doen. Ja, een stukje Nederland wat gewoon belangrijk is voor iedereen en voor onze nazaten. Het Friske Geer doet het beheer van het gebied. En Bouke Dijkstra is opzichter. Dus hij weet alles over de toekomstplannen. Wij beschermen het landschap, de natuurwaarden en ook de cultuurhistorische waarden. En hier dan zeggen, ja, is het gewoon vanuit de cultuur een heel mooi gebied om online. Mooi onder andere de Rieshoutendam die je zeggen, waar we nu bij staan. En ja, daardoor is er een enorm dynamisch gebied ontstaan. Hier achter de Sediek, maar onder andere Simmerpolders, Kwelders, Slikvelden, hele grote pionierszone waar we hierin staan. En qua natuurwaarden is dat gewoon op dit moment enorm. Als je zegt dat er zwinters meer dan 1 miljoen vogels hier deel komen om op te vetsen op een reis naar het zuiden en daarna weer naar het noorden, ja, dat is onvoorstelbaar. En wij proberen dat terug te ontwikkelen en ik uiteraard de cultuurhistorie staat hier nu uit te behouden. En ik begreep dat de dik ook nog ophoogd worden moet? Ze zijn bezig met de diksversterking, zodat je weer stijgt de zeespiegel over de hele vrouw natuurlijk en zal de komende jaren zat nog liggen terug stijgen. En daardoor zeg ik het hele Zeedijk traject is aanpakken. Onder andere hier bij Zwarte Haan. En hoe dat er precies uitkomt te zien, dat is dan een beetje de vraag. We hebben een stuk vol aan Lloyd Sagiera, maar ik op Noorderleeg. Daar hoort de dijk misschien minder heeg, omdat het ook al is betreft in de hegewetterbescherming. Ze zijn nog mogelijkheden aan het onderzoeken voor een groene dijk, zodat ik voor de biodiversiteit en de natuur zijn waarde toevoegt. Maar ja, daar zal ik nog van alles gebeuren de komende tijd. Dus de dijk hoeft minder hoog vanwege het werk van de slikwerker? Uiteindelijk keer het wel steeds, ja. Hoe meer voorlander vast aan zijn zeedijk loopt, hoe meer tijd de zee heeft om richting zeedijk te komen, hoe meer de galven ik brutsen worden. Dus dat stukje loononwinning wat zij dienen, is net alleen goed voor natuur, maar uiteindelijk ook voor de bescherming van het binnenland. Dus de noeste arbeid van de slikwerker is niet voor niks geweest? Zak is het wel steeds, ja. Ja, dat had ik enorme noeste arbeid geweest natuurlijk. Als je dat weet, we wel eens klagen hoe we het werken met en vergelijken met dat, maar wij het dan ergens over praten, denk ik. Maar nee, dat had absoluut net voor niks geweest.